Goedendag. We hebben te maken met behoorlijk onstabiel weer de afgelopen 24 uur trok een aantal stevige buien over het land. Zorgde ook voor hagel en we kregen ook wat meldingen van natte sneeuw. Maar als die buien voorbij trokken, kregen we ook hele mooie buienluchten te zien: zo'n mooie regenboog. We hebben veel regenbogen ook ontvangen. Dank daarvoor. En ja, voor de rest is het weerbeeld dus heel wisselvallig. Want het kon ook ineens helemaal breed opklaren. En dan kon de zon er best wel weer goed bij komen. Maar in de horizon zagen we alweer een volgend aanbeeld van een bui. En ja, dan duurde het vaak niet lang of er volgt alweer een nieuwe bui. En die buien kunnen we ook mooi op de radarbeelden terugzien. Het is een krul met een vrij actieve pluk qua neerslag die nu Duitsland intrekt. En over het zuiden van het land trekken toch nog altijd wel een aantal stevige buien. Daar blijft het ook nog wel wisselvallig. In het noorden van het land is het allemaal iets rustiger, maar misschien kan daar later vandaag ook nog wel weer een bui vallen. We zien het ook terug op de computeranimatie. Een pluk, een krul met behoorlijk actieve regen en buien. Dat trekt weg naar Duitsland. En dan wordt het in de loop van de dag allemaal iets rustiger vanuit het noorden. Maar ook morgen leeft die buigheid weer op. En zeker in het zuiden van het land kunnen die buien pittig uitpakken. Donderdag lijkt de meest. Ja, droge dag van de week te worden. Tijdelijk iets rustiger. Maar in de loop van vrijdag zien we alweer een nieuwe pluk met regen en buien over het land heen trekken. Het blijft dus behoorlijk wisselvallig. En die noordstroming die blijft deze week dominant. Daardoor hebben we dus ook te maken met vrij lage temperaturen deze week. Misschien dat het in de loop van zondag wel iets rustiger wordt, maar ik zie aan de rand van mijn kaart ook alweer een volgend systeem met wat regen ja, opkomen. Dus ja, heel droog of stabiel gaat deze week gewoon niet worden. Vanmiddag, dus die baaien over vooral het zuiden van het land. In het noorden kan vaker de zon doorbreken en met een graad of 11 is het wel aan de frisse kant. Daarbij staat een meest matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwestelijke richting, maar die neemt in de loop van de dag toch wel een kracht af. Vanavond is het op veel plaatsen in het noorden en midden van het land lange tijd droog. Het zuiden, dus nog die laatste buien. En in de nacht koelt het dan uiteindelijk in het oosten van het land af naar waarde, net iets boven het vriespunt. In de loop van de nacht volgen dan vanuit het noorden weer een paar nieuwe buien. En morgen leeft die buiengeit dan weer op. Zeker in het zuiden van het land kunnen die buien weer gepaard gaan met wat hagel of een klap onweer. In het noorden is het wat bewolkter. Lijkt het wat mee te vallen met de buigheid. Maar daar, Jan, weer die lagere temperaturen. 8 tot 10 graden. Misschien in Limburg tussen de buien door 11 graden. Terwijl een graad of 15 wat gebruikelijker is voor het jaargetij. En donderdag wordt waarschijnlijk de beste dag van de week. Wel een graad of 10, terwijl 15 normaal is. Maar het blijft waarschijnlijk droog met toch wel redelijk wat ruimte voor de zon. Maar de dagen daarna, ja, het blijft wisselvallig weer. Ook echt wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Normaal ligt de middagtemperatuur nu rond 15 of 16 graden. Daar zitten we ruim onder. En ook in de pluim zien we dat dat vrij koele weer nog wel even aanhoudt. Misschien dat we later volgende week wel eens met een wat koudere nacht te maken gaan krijgen. Ik wens u hoe dan ook een fijne dag.